Ja, hippe mensen sowieso, jongen. Laatst kwam er ook zo'n heel hip meisje naar me toe in Amsterdam. Op straat liep ik. Je herkent hippe meisjes aan hun broek tot hier. Dat is nu in, dat is nu mode. Dan koop je spijkerbroek, die is maat te groot. En dan wap, trek je hem op tot hier zo. En dat maakt mij niet uit, maar Obelix belde. Hij wil zijn broek terug. Het is veel, het is veel. Misschien een beetje gemeen ook wel, want je moet je zeker... Kijk, oké, je moet aantrekken wat je zelf wil en trek je van niemand iets aan. En sowieso, mode is ontzettend belangrijk. Maar ja, ik ga je niet neuken. Oké. Daar heb ik helemaal geen zin in, jongen. Misschien ben ik wel zo bits, omdat zij, dit meisje, dit hippe meisje, voor de rest ook heel irritant was. Zoals ik al zei, ik liep op straat en ik kwam haar tegen, of zij kwam mij tegen eigenlijk. En toen zei ze iets wat ik niet wist dat bestond, want ik had een bril op, want ik was naar de bioscoop geweest. En toen zei ze, hey, wat een toffe bril is dat, man. Het is echt een heel vet montuur die je hebt. Wat vet, hè? Hey, vraag je, is dat een bril op sterkte of niet? Snap je? Nee, dus de of niet, dat impliceert dat er dus kennelijk mensen zijn die gewoon een bril opdoen, gewoon met vensterglas erin, hè, en gewoon rond gaan lopen van, kijk, ik heb een bril. Nee hoor, geintje, ik spot gewoon met handicaps. Boeien. Jolo, ik heb scheid. Tuurlijk heb ik geen bril nodig, ik ben geen mogol. Nou, vind ik irritant, ja. Niet chic, in ieder geval. Ik hoop dat het ook alleen met een bril zo is. En niet dat als ik straks mijn been in het gips heb, omdat het gebroken is, dat zij zegt van, hey, heb je been gebroken of niet? Nee hoor, nee. Nee. Ik vond het gewoon tof om te hebben. En oh ja, ga ik ook doen. Ja, tof man, lachen. Tot zover de kleine irritaties.